Hey jongens en meisjes, adelaars. Het meer is bevroren. Het sneeuwt. Het heeft gesneeuwd, bedoel ik. Ik ben er niet zo'n fan van. Maar goed, in deze video wou ik het even hebben over waarom ik YouTube en wat ik er zo prettig aan vind. Ik heb volgens mij wel eens eerder zo'n video gemaakt, maar goed, ik maak er gewoon nog één. En misschien inspireer ik mensen om ook te gaan YouTuben. Ik vind het leuk om te doen. Je krijgt er meer zelfvertrouwen van. Omdat je zeg maar bezig bent met jezelf. Je gaat wennen aan jezelf als persoon en hoe heet het? Dat maakt jezelf bewuster. Het is voor mij therapeutisch ook een beetje. Ik heb YouTube vooral gebruikt als therapiemiddel. Waarom is YouTube nog meer leuk? Ik kan nu gewoon praten tegen mensen die op hele verre afstand zitten, zoals mijn ouders. Mijn moeder die woont in België. Mijn beste vriendin die woont in Enschede. En ja, zo praat je toch tegen die mensen. En het leuke is dat als die mensen daar zin in hebben, kunnen ze een video maken en terugpraten. Social media geeft je het gevoel dat je dichter bij elkaar bent. Je deelt ervaringen met elkaar, je deelt emotie. Mensen delen hun kennis via YouTube. Hun passies. Als je naar school gaat, dan krijg je een hoop kennis door de strop gedouwd door mensen die het niet altijd leuk vinden, zeg maar. Je haalt het uit boeken, het is gewoon vermoeiend. Het is achterhaald, vind ik ook. En op YouTube zijn mensen die filmpjes maken over dezelfde onderwerpen, maar die het met passie doen omdat ze het echt leuk vinden. En die mensen hebben tijd gestoken in die filmpjes. Dus dat is ook het voordeel van YouTube. Kan ik er nog aan bedenken? Misschien niet, maar ik wel. YouTube is ook een reden om lekker gek te doen en niet jezelf te zijn. Dat is ook het leuke aan YouTube. Je kan lekker toneel spelen en je hoeft daarvoor niet naar de toneelschool. Dat is hartstikke fijn. Dus ja, dat. En we zijn gewoon allemaal heel creatief bezig met elkaar en we zijn een community. En ja, dat is heel erg leuk. En het leuke aan video is, het blijft altijd bestaan. Dat is helemaal leuk, denk daar maar eens over na. Hoe heet dat? Goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Delen met al je vriendjes en vriendinnetjes. En tot de volgende keer. Tata!